Bureau Hengeveld de Utrechtse advocaat Willem-Jan Ausma, die tal van geruchtmakende zaken in zijn portefeuille heeft. Zoals de Zeister brandmoord. Vandaag kijken we mee bij het hoger beroep in deze zaak. De rit gaat naar Arnhem vandaag. Daar dient het hoger beroep. Hij is eerder veroordeeld tot 18 jaar cel. De rechtbank in Utrecht boog zich vandaag over de zaak die bekend is geworden als de brandmoord in Zeist. Begin december vorig jaar wordt in een galerij van de grote Elflet een vrouw overgoten met benzine en in brand gestoken. Het slachtoffer is de 23-jarige Narges. Ze overlijdt in het ziekenhuis 2 weken voordat ze zou gaan trouwen. Uiteindelijk wordt er een verdachte aangehouden. Het blijkt een vrouw van 28 jaar, een bekende van Narges. Eind januari meldt ze zichzelf bij de politie. Volgens Ausma is de moord een van de wreedste misdrijven die hij in zijn carrière als advocaat heeft meegemaakt. Toch heeft hij geen enkele moeite om... Nee, gelukkig kan ik dat loslaten en daar goed mee omgaan. Dat moet ook wel, want anders kun je ook gewoon die zaken niet doen. Als je daar wakker van ligt... Het doet me wel wat, het laat me niet onberoerd, maar ik kan me daarvoor afsluiten. En het punt is natuurlijk, ik kom pas kijken als het gebeurd is. Dus voorkomen kun je het niet. Het is gewoon een voldongen feit, hoe ernstig het ook is. En vanaf dat moment heb je met een verdachte te doen, wat ook een mens is. En daar moet jij er op dat moment voor zijn. En er zijn wel andere mensen die zich bekommeren om de nabestaanden. Tijdens de rechtszaak benadrukt het Openbaar Ministerie dat de moord op Narges met voorbedachte raden heeft gepleegd. Zij heeft vervolgens het slachtoffer met een smoesje naar beneden gelokt, heeft haar opgewacht op de 12e verdieping en haar fatale handelingen gepleegd. Ik kan het niet anders zien dan dat zij volledig in de ban is geweest van een verlangen om Narges uit de weg te ruimen. Waarom? Dat is de grote vraag. Zelf duidelijk over verklaard. Maar een vermoeden is er wel. Aannemelijk is het dat verdachte gevoelens koesterde voor de verloofde van het slachtoffer en dat ze jaloers was. Sterker, dat ze Narges haatte. De rechters onderwerpen precies verhoor over wat er precies is gebeurd. Maar dat mag niet gefilmd worden. Het Hof zaagt haar aardig door. Op zich is dat wel een goed teken, want op bezittingen waar er niks wordt gevraagd, is het vaak zo dat men eigenlijk al weet welke richting men uit wil met de beslissing. Ja, voor de rest is het een en al emotie. De nabestaanden en de verloofden met heel veel pijn en verdriet nog steeds. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Narges, haar moeder en broer hebben Narges gezien onmiddellijk na het gebeuren. Dat is een trauma. Haroun, de verloofde, heeft haar ijzingwekkende gegil gehoord. Dat is ook een trauma. Als de verloofde van Narges zelf zijn hartverscheurende verhaal doet in de rechtszaal, kan Ausma's cliënt het niet langer aanhoren. Uit. Dat is iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Was dat het besef van dit heb ik aangericht? Ik denk het. Toch bekent ze de moord, kan zich veel herinneren, maar niet dat ze in Zeist de lift instapte om Narges in brand te steken. Geheugenverlies op cruciale punten. Dat is iets waar verdachten volgens Ausma wel vaker last van hebben. Het betekent ook dat je niet over hele erge feiten hoeft te praten. En je daardoor ook voor jezelf maar kunt voorhouden. Nou ja, het is niet gebeurd. See no evil, hear no evil is het motto. Bij de meeste verdachten zeggen ook deskundigen van, nou ja, dat is onzin. Het bestaat niet, een totale blackout. Maar in deze zaak ligt dat anders, zegt de advocaat. Zijn cliënt zou lijden aan een psychische stoornis, waardoor ze als het ware buiten zichzelf treedt. Die inderdaad maakt dat jij handelingen verricht, die je weliswaar bewust verricht, maar waar je toch uiteindelijk geen weet van hebt. Of Ausma dat gelooft? Het gaat toch nooit om wat een advocaat gelooft.